Vet dat je naar het theater gaat. Wij acteren straks recht voor je neus de voorstelling Fucking Triest. En we zien jou weer zitten in de zaal. Hé, hey, kijk, dat is Joey. Daar zit Mijke. En Omar. En Jaida. Ja. De voorstelling kan best heftig zijn. Er zitten scènes in die jou of anderen kunnen raken. Voel of zie je het gebeuren, zorg dan voor elkaar. Jij bent als publiek superbelangrijk voor ons. En daarom vragen we je een paar theaterregels op te volgen. Doe je jas en tas in de garderobe. Wees op tijd. Deur dicht is geen voorstelling voor jou. Eet en drinken mag niet. Net als je telefoon gebruiken. En je kan tijdens de voorstelling ook niet naar de wc. Op deze manier kunnen jij en het andere publiek de voorstelling goed volgen. En leid je ons niet af. Fijn publiek, man. Bij een theatervoorstelling hoort applaus. Daarmee beloon je ons. Wacht tot de voorstelling echt afgelopen is. En geef applaus. Extra hard als je het mooi vindt. Na afloop is er een vraaggesprek. Jij kunt ons dus vragen stellen. Best bijzonder, want dat gebeurt normaal gesproken niet. Oké, dat was een hele lijst. Nog even de regels herhalen. Jas en tas in de garderobe. Op tijd in de zaal. Geen mobieltje, eten, drinken en toiletbezoek tijdens de voorstelling. Applaus aan het einde. Moet lukken, toch? Thanks. Fijne voorstelling.